Goedemorgen iedereen, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En in deze video mag ik echt iets leuks gaan doen. Dit wordt echt de best day of my life. Ik mag namelijk naar een boekenhandel in Gorinchem en ik mag boeken gaan shoppen. Deze video is dan ook een boekwinkelvlog en een shopvlog, dus laten we gaan. Ik ben heel benieuwd. Ik ga naar de boekenkist in Gorinchem en ik ben zo excited. Let's go! Ik mocht dus langs bij de boekenkist in Gorinchem, een super mooie en nog best wel nieuwe boekhandel. Ik ben echt een boekenworm, dus mij maakt hij er echt super blij mee. Ze hadden best wel heel veel nieuwere boeken en ook heel veel boeken die je wel op BookTok ziet. Zoals It Ends With Us. It Ends With Us is echt een van mijn favoriete boeken. Als je die nog niet hebt gelezen, please ga hem nu lezen. Het is fantastisch. En ze hadden dus ook een speciale BookTok tafel met allemaal boeken die dus populair waren op BookTok of die populair aan het worden waren op BookTok. Ik herkende ze niet allemaal, maar wel echt allemaal super goede boeken eigenlijk tussen die ik ook al had gelezen. Ze hadden best wel grote young adult en Engelse literatuur sectie. En dan was dit mijn aanwinst. Oh, ik was zo happy. Jullie gaan het straks allemaal zien, jongens. Ik ga elk boek uitgebreid laten zien. Maar ik was zo blij met mijn verblijf. En kijk dan, ik heb niet één, maar twee tassen boeken mee. Dat is toch de droom. Dus thank you de boekenkist in Gorinchem dat ik langs mocht komen. Ik heb de beste tijd van mijn leven gehad. Guys, ik heb niet één, maar twee tassen vol met boeken. Holy shit, hier zou je echt een workout mee kunnen doen. Want het zijn nogal wat boeken en ze zijn ook allemaal nogal dik. Dus ik heb echt zo'n leuke tijd vanochtend gehad in de boekhandel in Gorinchem. De sfeer was super leuk. Ze hadden super veel leuke boeken. En ook in de Young Adult kasten hadden ze echt hele leuke boeken liggen. Ook best wel veel Engelstalig, waar ik zelf ook heel erg van hou. Dus ik heb zo'n leuke ochtend gehad. En mocht je in de buurt zijn, gaan we dan zeker even langs. En nu ga ik alle boeken aan jullie laten zien die ik heb gekocht en er wat meer over vertellen. Daarnaast, Libris, ik wil jullie heel erg bedanken voor het sponsoren van deze video. Bij Libris Boekhandels vind je alle leuke en trendy boeken handig op één plek. Je kunt bij Libris online boeken bestellen. Je vindt alle populaire trendy boeken, maar ook alle nieuwe versies. Dingen die net zijn uitgekomen, kun je daar op de website vinden. Maar mocht je nou ook gewoon een leuke ochtend, leuke middag willen in een boekhandel. Ze hebben meer dan 200 boekhandels verspreid over Nederland. Dus ga snel naar de website en kijk welke boekhandel bij jou in de buurt is. En dan kun je even langs gaan. En dan denk ik dat wij kunnen beginnen met de shoplog. Laat ik beginnen met deze tas. En als allereerste boek heb ik een boek die ik al zo graag wilde lezen. En dat is Reminders of Him van Colleen Hoover. Volgens mij het nieuwste boek van Colleen Hoover. Ik heb echt al zoveel boeken van haar gelezen. En ik vind het ook zo leuk dat nu op BookTok al die boeken van haar zo ontzettend populair zijn. Bijvoorbeeld Verity, It Ends With Us, deze dus, November 9. Allemaal boeken waar ik echt ontzettend van hou. Dus ik heb ook hele hoge verwachtingen van dit boek. Ik heb van de boekhandel zelfs een bladwijzer gekregen bij elk boek. Dus dan hoef ik niet de dingetjes om te vouwen, gelukkig. Ik heb de Engelse versie gekocht, omdat ik het eigenlijk vaak chiller vind om boeken te lezen in het Engels. Als ze in het Engels geschreven zijn natuurlijk. Ik heb hem gekocht voor €15,99. En volgens mij, waar dit boek een beetje over gaat, is een jonge moeder die dus 5 jaar in de gevangenis heeft gezeten voor iets. Gaat terug naar de plaats waar ze vandaan kwam en waar ze dus haar leven heeft verpest ofzo. Omdat ze een 4-jarige dochter heeft en die wil ze weer zien. Volgens mij mag ze die niet zien en gaat ze haar best doen om dat terug te draaien. Nou, dan wordt ze natuurlijk verliefd op iemand. In ieder geval, ik denk dat het best wel heel erg leuk wordt. Ik ga niet de hele achterkant voorlezen. Dit heeft echt alle dingen die ik wil in een boek. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Hij is ook niet zo heel dik zoals je kan zien. 320. Oké, nee, dat is toch wel lang. Gaan we verder naar de volgende. En dit is De Stilte van de Witte Stad van Eva Garcia Sáenz de Urduri. Ik heb waarschijnlijk al die namen verkeerd uitgesproken, behalve Eva. Dit is dus een Scandinavische thriller en ik ben heel benieuwd. Want normaal gesproken lees ik dit soort dingen niet zo vaak. En ik ben ook best wel snel dat ik iets te dark en te creepy vind. Maar ik ben heel benieuwd. Het is het eerste deel in een serie van 4. En het 4e boek is dus echt net uit. Dus die stond in de boekhandel helemaal in de spotlight en zo. Dus daarom is mijn oog er meteen opgevallen. En ik dacht, weet je, Jiska, ga gewoon een keer uit je comfortzone. Doe eens even een keer wat anders. Spanning, mysterie, geschiedenis en heel veel sfeer. De bestseller sensatie uit Spanje. Oeh. Oh, het is niet Scandinavisch. Het
dus in Spanje. Oké, het gaat over een moordenaar, Tasio Ortiz de Zarate. Wauw, dat is een Spaanse uitspraak. En hij is dus veroordeeld voor een reeks moorden in een heel rustig stadje. En op het punt dat hij de gevangenis weer kan verlaten, beginnen de misdaden weer. En dan is er dus een jonge inspecteur, Unai López de Ayala. En die wil die moorden dus voorkomen. Oké, het klinkt al heel spannend. Ik snap niet zo goed. Die man zei in de winkel dat het een Scandinavische thriller is, maar het speelt zich af in Spanje. Is een Scandinavische thriller een genre? Of moet het dan ook echt in Scandinavië zijn? En hier heb ik dus maar 15 euro voor betaald, terwijl het echt, echt een dikke is. Oké, next one. De volgende is ook een hele dikke, maar echt, kijk, hoe dik. Hoeveel pagina's is dit? Het is meer dan 800 pagina's. Maar kijk hoe mooi dit boek eruit ziet. Deze lag dus op de BookTok-tafel. Ik ben hem zelf nog niet ingekomen op BookTok, maar dat komt omdat ik niet zo heel veel fantasy lees. En dit is wel echt een fantasyboek. En hij heet The Priory of the Orange Tree. Maar ik vond dit er ziek uitzien. Kijk dan hoe mooi. Dit staat sowieso super mooi in je boekenkast. A world divided, a queendom without an heir. An ancient enemy awakens. Ja. Dat klinkt toch geweldig. Ik ben heel benieuwd hoe lang ik hierover ga doen. Als mensen dit boek hebben gelezen, laat zeker weten hieronder wat je ervan vindt. Ik heb denk ik nog nooit zo'n dik boek gelezen. Dus dat is wel echt nice. Maar goed, hij is dus zo dik. En maar €14,99. Dus dat is echt, nou, best wel cheap voor zo'n dik boek, vind ik. En de cover is gewoon, ja, ik ga het nog een keer zeggen. So pretty. Wel een fantasyboek. Ik heb in mijn hele leven nog maar één fantasyboek gelezen. Ja, wel een beetje van die dystopian boeken, maar dat vind ik toch iets heel anders. Maar ik heb net The Cruel Prince uitgelezen. En alhoewel ik er heel erg aan moest wennen aan het genre, vond ik het wel ontzettend leuk als je er maar in zit. Dus ik denk dat dat bij deze ook gaat gebeuren. En omdat die zo dik is, denk ik dat ik er wel in kom. In ieder geval, dat hoop ik. Dan heb ik een echt BookTok boek gekocht. De komende twee boeken zijn allebei echt BookTok boeken. En ik ben heel benieuwd naar dit opnieuw super dikke boek. En dat is Het Onzichtbare Leven van Addie LaRue. Ik heb hier dus echt best wel heel veel over gehoord. Heel veel positieve berichten. Ook een paar wat negatieve berichten. Dus dat maakt een boek wel heel interessant. Want dan denk je echt zo van, wat ga ik ervan vinden? Super dik, super nice. Dit is een hardcover, de rest is allemaal softcovers. Dit gaat dus over een meisje, Addie, die een soort vloek over zich heen heeft dat iedereen die ze tegenkomt haar weer vergeet. Bijvoorbeeld zelfs haar eigen ouders. En dat duurt dus 300 jaar totdat ze een keer een boekwinkel instapt en iemand haar herkent. Nou, dat is dus wat hier zeg maar binnen staat. Het zijn helemaal geen spoilers of zo, want ik heb het zelf ook nog niet gelezen. Maar dat klinkt toch interessant. Ik ben heel benieuwd. Een leven dat niemand zich kan herinneren. Een verhaal dat je nooit zal vergeten. Ik ben hier heel benieuwd naar. Het is weer een lekkere, dikke pil. Mensen zeggen dat het wel echt een slow burn boek is. Dus ik ben heel benieuwd. En dit was het duurste boek. Deze was namelijk €21. En dan heb ik het laatste boek alweer. En deze kennen jullie vast ook. En dat is The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Deze heb ik al gelezen. Ik heb misschien ook al wel een keer in een video verteld wat ik ervan vond. Maar ik heb hem dus als e-book gelezen. Maar ik vond dit zo'n goed boek. Echt. Deze krijgt van mij 5 sterren elke dag opnieuw. Een van de mooiste en ontroerendste boeken die ik ooit heb gelezen. Hij is geschreven door Taylor Jenkins Reid. En ik heb meer boeken van haar gelezen. Bijvoorbeeld Daisy Jones and the Six. Maar dit overtreft echt al haar boeken. Amazing. Dit gaat over Evelyn Hugo, zoals natuurlijk op de titel staat. En die huurt een jonge journaliste in om een verhaal te maken over haar leven. Zij is haar hele leven een hele bekende actrice geweest. Met allemaal schandalen om haar heen. Mysterie, Hollywood, alles. En ze is dus 7 keer getrouwd geweest. En ze vraagt dus aan de jonge journaliste om een boek over haar leven te schrijven voordat ze sterft. En dan komt die journaliste dus achter al haar geheimen, achter alle dingen van dus die 7 huwelijken. Maar ook gewoon alles wat er in haar leven is gebeurd. En ik vind dus het karakter van Evelyn Hugo zo goed geschreven. Je hebt zoveel respect voor haar aan de ene kant. En aan de andere kant ook helemaal niet, omdat ze ook gewoon slechte dingen heeft gedaan. Maar goed, daar is ze wel gewoon eerlijk over en upfront. Ik moet toegeven, ik heb gejankt. En dit is denk ik oprecht misschien het enige boek ooit waar ik heb gejankt. Dus dat zegt wat. Dat waren de boeken die ik heb uitgezocht bij de boekhandel.
denk dat ik er wel even mee bezig ben, want het zijn aardig een paar dikke boeken. Maar ik ben ontzettend excited om te beginnen met lezen. Ik wil nogmaals Libris heel erg bedanken voor het sponsoren van deze video. En natuurlijk ook de boekenkist in Gorinchem, dat ik bij jullie langs mocht komen. En voor jullie, neem zeker even een kijkje bij de link hieronder. Of bezoek een boekhandel bij jou in de buurt die aangesloten is bij Libris. En ga lekker lezen. Het maakt je leven beter. Het is gewoon fantastisch. En voor nu wil ik vragen, als je nog niet geabonneerd bent, om dat zeker nog even te doen hier beneden. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video.